We kijken nu naar ons lichaam op een milde, maar vooral respectvolle manier. Ik heb al van mijn 14 jaar een eetstoornis en ik merk dat ik soms bang ben dat mensen het gewoon soms beu worden. Okay. Dat ze zo iets hebben van, stop er nu eens mee en ga nu gewoon verder met je leven. Vorige week had ik als doelen eten in bed volledig stoppen. Dat lukt maar niet. Ja, ik denk dat dat zo het ding van de eetbuien is. Hè? Een soort bevrijding. Ja. Ja. Het is enorm moeilijk als ouder om een beeld te krijgen van hoe dat zo'n ziekte zich eigenlijk, hoe dat in zijn werk gaat. Ik denk dat ik er mij heel bewust van ben dat ik enerzijds al heel veel dingen gemist heb. Maar ik wil vooral zo niet nog meer dingen missen door de eetstoornis.